Welkom bij de 6.2 Zaadcel Eicel Biocast. We gaan kijken naar de meiose, want zo ontstaan zaadcellen en eicellen. Bij een mens heeft een lichaamscel 46 chromosomen. Dat noem je diploïd, ook wel 2N. Een geslachtscel, een gameet, is haploïd, 2N, en heeft dus 23 chromosomen. Links mitose en rechts meiose 1. Bij die celdeling liggen bij mitose alle chromosomen naast elkaar. Bij meiose liggen ze homologe chromosomen in het metafasische vlak. En bij meiose 2 ontstaat er een geslachtscel. De meiose, de cel, is een interfase. Dan beginnen de chromosomen zich te spiraliseren. De profase 1. Je ziet dat de homologe chromosomen bij elkaar liggen. 2 aan 2. Het kernmembraan verdwijnt. Als in profase 1 de homologe chromosomen zo naast elkaar liggen, dan kunnen ze stukjes van hun DNA uitwisselen. Wat codeert voor dezelfde eigenschappen wordt uitgewisseld en weer aan elkaar geknoopt. En zo staan nieuwe combinaties van genen. Crossing over heet dat. En het gebeurt in profase 1. Hier zie je in deze animatie ook crossing over plaatsvinden tussen de twee homologe chromosomen. De pollichaampjes gaan naar beide polen en de homologe chromosomen gaan in het metafasische vlak liggen. Let op, ze liggen hier 2 aan 2. Anders dus dan bij mitose. De chromosomen worden naar elkaar getrokken, de anafase. En er ontstaat een telofase. Dan krijgen we profase 2 en metafase 2. We zien de zusterchromatiden zij aan zij aan elkaar gaan liggen. Anafase 2, nu worden de chromatiden uit elkaar getrokken. En zo ontstaan er 4 gameten. En die zijn elk haploïd. Ze bevatten de helft van het aantal chromosomen van een gewone lichaamscel. Spermatogenese vindt plaats in de zaadbuisjes, diep in de testes. Hier zie je een spermatogonium. Die deelt en die vormt een primaire spermatociet. De primaire spermatociet bevat 46 chromosomen. Je ziet hem hier geel aangegeven. Die primaire spermatociet ondergaat meiose 1. Daardoor ontstaan er 2 secundaire spermatocyten, die zie je hier geel aangegeven, van elk 23 chromosomen. Die gaat meiose 2 in en er ontstaan 4 haploïde spermatiden. En die veranderen in spermacellen met een staart.
Dit was de 6.2 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.